Dagelijks moet ik met de trein van Roosendaal naar Den Bosch. Dit doe ik graag, want namelijk mijn reistijd is meteen mijn werktijd. Ik werk namelijk in de trein. Voordat ik projectmanager in de ICT bij Enexis was, was ik topsporter in de sport judo. Mijn grootste prestatie was een bronzen medaille op de Paralympische Spelen in Peking in 2008. Ik ben erg resultaatgericht en dat kan ik zeker goed gebruiken in mijn projectmanagementfunctie. Want als ik één ding heb geleerd hier bij Enexis, is dat je nooit een resultaat alleen kan behalen en dat je daar mensen voor nodig hebt. Zijn er nog dingen waar jullie vandaag tegenaan gaan lopen waar je denkt, oh, daar heb ik jou even bij nodig, Sanneke? Vandaag nog een paar puntjes op die. Succes vandaag! Doeg! Als projectmanager ICT bij Enexis doe ik verschillende projecten. Zo heb ik de SAP naar de cloud gebracht met verschillende migraties en heb ik applicaties voor mobiele apps ontwikkeld. Naast ook deze projecten binnen ICT zijn we ook bezig met het verbeteren van de samenwerking tussen alle projectmanagers binnen Enexis. En daar zijn we vandaag voor in het Lab 073. Wij gaan hier een mooie dag van maken met z'n allen om dichter bij elkaar te komen en meer te kunnen gaan netwerken en meer van elkaar te kunnen gaan leren. Bij ICT maak je dingen. Maak je van niets iets. En dat is gewoon super gaaf.